op mijn middelbare school hadden we een eindwerkstukken. Het had een meisje die had dus een stuk gelezen over dat, over wat muziek eigenlijk doet met qua trilling, met bijvoorbeeld stoffen, dat die dus anders trillen, dus bijvoorbeeld met water. En dat je dus waterkristallen zie je dus op elke muzieksoort anders. En toen had zij de link gelegd met wat er, wij bestaan meest procent uit water. Dus kijk wat je luistert. En klassieke muziek was bijvoorbeeld, gaf heel veel rust en orde in die cellen. Dus zij ja, niet, had de hypothese dan van, nou ja, het maakt dus wel uit wat je luistert in dus de vorming. Thank you.